nieuwe dag aangebroken bij Koninklijke Burger Zoo en de bezoekers stromen naar binnen om alle dieren in het park te bewonderen. Het dierenpark heeft 7 verschillende parkdelen met ieder hun eigen unieke ecosysteem en vandaag nemen we een kijkje in het park, het oudste gedeelte van Burger Zoo. Het is geen ecodisplay zoals de bush en de desert, omdat hier dieren uit allerlei regio's en klimaatzones leven, zoals olifanten, pinguïns, stokstaartjes en makies, die vandaag worden gevoerd door Constanze Mager, hoofdeducatie van het dierenpark. Het park is een oud onderdeel van de Burger Zoo. En hier leven heel veel dieren in verblijven die eigenlijk lang bestaan. Alleen die verblijven zijn wel aangepast in de loop der tijd. Zo zitten bijvoorbeeld de neusberen, kleine roofdiertjes, nu op het gebied waar vroeger de tijgers gewoond hebben. En hier bij de makies, nou hier leefden tot een jaar of 10 geleden ongeveer de orang-oetans. Nou, dierentuinen zouden altijd wel kritisch naar zichzelf moeten blijven kijken. We vonden eigenlijk zelf van dat verblijf niet meer zo geschikt was voor orang-oetans. Dus we hebben het verbouwd en passend gemaakt voor deze kleine halfapen hier. En die hebben een heerlijk buitenverblijf, 2 grote binnenverblijven en voelen zich heerlijk op hun gemak. Zijn ze heel voorzichtig als ze het aanpakken. Maar eerst even ruiken. Nou, durf je ook te komen? De zwarte makies zijn toch een beetje de baldadigere, diegene die een beetje meer durven van deze 2 soorten. Het gaat prima samen. Ook omdat die ringstadmakies een beetje in de meerderheid zijn. Dus met z'n allen kunnen ze de 3 zwarte makies wel de baas. Maar deze hebben een beetje meer pit. Ja, ik ga het meteen zelf bedienen.